Silke, dat is een stapje. Nee! Later. Zoek je een spelletje? Ja, wat is mijn timeline? Weinig timeline ook alweer. Ik had een bedrijfsfeestje van een halve dag in Utrecht. Bram gaat naar Oostenrijk. Hoe lang? Zondag. Geld, paspoort waarbij er niet meer houdbaar is. Ja, wat? Zo is het bijna over de datum. Ja. Ja, ho. Ik had wel een kusje gegeven, het was niet on camera. Dus dat betekent... Je snapt hem. Ja, maar niet dat mensen denken dat ik zo maar weg hou. Doe je. Doe voorzichtig. Waait echt hard. Hey Ewout, leg even uit hoe ik hier vanochtend binnenkwam. Ja, ik heb hier nog nooit zo'n chagrijnig gezien. En ik was toch lichtelijk in paniek ook wel? Ja, ook ja. 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 Maar ja, je kent jezelf zo langzamerhand toch. Ja, weet je, dus zoveel, ik heb een functioneringsgesprek, kom ik te laat omdat er geen taxi rijdt, allemaal mensen gebeld. Ja. Toen bleek dat ik gewoon de auto had. In zo'n ruimteschip, is dat dan ook gevaarlijk als je zo die storm ingaat? Ik ben een beetje klaar mee met dat gedoe met het ruimteschip. Dat heet framing. Daar zijn mensen kapot aan gemaakt. Wist jij dat Wout van der Goes jarig is vandaag? Ja. Shit. Jij niet? Nee. Oeh, dit is leuk. Thanks. Oeh, heel leuk. Dank. En dit is een ander stofje. Oh. Wel mooi. Thanks. Het zijn allemaal dingen die mijn katten heel lekker zouden vinden ook. Kijk, dit stofje ook. Het is echt zo. Ik heb daar een mandje van. Hé, hey, die draaien vandaag Thomas van Vliet ook aan. Ken je die? Niet. Ja? Ja, klopt ja. Komt je vandaag aan? Dit moet even in je vlog. Want, kijk deze trui. En het is niet jij. Oh my god. Het is mijn trui. Oeh, het is slecht licht. Ja, nou, dat was dus inderdaad dat filmpje van gisteren. Ha! Dat ik ook echt, ik stond daar. Toen dacht ik, het is echt zwaar onfortuinlijk. Nou, nu zie je er heel mooi uit. Nee, ja, wacht. Ho. Sorry, zo zie je er gewoon echt uit, hoor. Silke, dus een stapje Nee, later. Ja, wacht. Stop even dan, stop even. Ja. Doe even knippers in je vingers. Ik wil nu heel graag een gezellig hoedje op. En het liefst wil ik ook nog rode lippen. Weet je wel hoeveel werk dit is? Ja, Samme, heb jij nog slingers? Oeh. Want nou heeft dus Carmen, vond dat ik alles moest opruimen, dus zijn die slingers dus gesneuveld. Nou, het is leuk dat zij een laadje heeft. Ik heb alleen nog zo'n Hawaii slinger en een paar hoedjes. Wat moet ik nou? Ik ga even voor je zoeken. Misschien ook. Oh, ja. Oh, nee, wacht in het hok. Oh, heel fijn. Dankjewel. Dit is alvast één ding. We zijn nog slingers aan het zoeken voor de studio. En als je verder komt. Hoe vaak had jij meegedaan met de slimste mens? Hoeveel rondes heb je gehaald? Het is al opgenomen, je kan weet het best vertellen. Nee, ja, ik weet het al, maar ga ik niet zeggen. Jij hebt er twee meegedaan, toch? Eén, bedankt. Eentje, oké. De avond voordat die opname waren, heb ik zo slecht geslapen. Oh. Ja, ken je dat of niet? Ja, dat ken ik al, ja. Ik vond het doodeng. Deze waren nog van de Gay Pride. Dat komt eruit. Want? Lieve schat. Nou, Carmen heeft mijn andere slingers weggegooid, volgens mij. Ik vond het heel jarig. Dit wordt zo'n leuke thumbnail, dus een stapje naar voren. Dan is het licht beter. Ja, nee. God, wat staat jou dit goed weg? Ja, ik voel me heel jarig. Waar moet het heen? Ik dacht daar ergens zo boven dat ding, weet je wel. Zo, wil je een plakbandje? Ik leg die knoop in. Oh, heel goed. Hartstikke idee. Weet iets heel geks, man. Onze microfoons deden het niet. Werkte jij gek? Ik dacht dat het kwam doordat ik slingers had opgehangen, maar het is niet mijn schuld, toch? Je hebt een knopje ingedrukt waardoor niks werkt. Nou, we doen het even netjes opnieuw.